Hallo, leuk dat je weer kijkt. In deze vlog gaan we naar een elandpark. In het wild zagen we alleen overal elandpoep, elandpoep, elandpoep. En je komt de camper uit en je struikelt over de elandpoep. Laat iedereen maar elke keer elandpoep zien. We hebben nog nooit een eland gezien. Tenminste, wij hadden het geluk in 2017 op een parkeerplaats in Andenes. Nou, daar verwacht je ze echt niet. Maar daar kwamen ze dus tegen, een moeder en een kind. Dwars tussen de auto's door, lekker lopend, in een stadje. Dan verwacht je dat je ze best wel vaker ziet. Maar tot op nu hebben we ze nooit meer gezien in het wild. We bezochten daarom, het jaar erop, een heel groot elandpark in Margaret in Zweden. En bezochten vorig jaar een dierentuin in Namskogen, Noorwegen. Om die traditie in stand te houden, bezochten we dit jaar Vermlands Moespark. Hé, hey, poes. Hé, poesie. Niet op de bedden. Hé, hey, poes. Kom maar. Hé, hey, poes. Kom maar. Ja, die gaat niet, hè. Kom maar. Hé. Hey. Mooi poesie toch. Ja. Hé, 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 hé. Het is een hele kleine eland, dit. Hé? Ja, dat is ook geen aandacht voor jou zeker, hè? Het is alleen maar aandacht voor die elanden. Ja, geen gras eten, hè? Deze oude mensen, het is een 100% garantie dat je een eland ziet. Deze staan er al heel lang. Maar ja, ze lopen nog steeds te zoeken. Hier is een kleine eland, hè? Ja, nou, dan hebben we een poes in de camper. Nou, dat is toch wat? Hè? Ja, dat is toch wat? We wachten nog even op naar nieuwe avonturen. All moose parks, by the way, moose parks, they're not moose farms. No moose park produces moose for meat because you can't get the scale because it's a moose. You'd want red deer or fallow deer if you want to farm deer. Most moose parks have between 6 and 8 adults. The biggest moose park has 20 adults. That's a massive place in the south of Sweden. Mm-hmm. We will have a few more, but what we're doing is we're regenerating this back area. Notice on the back legs, their knees are at the back, and on the front legs, their knees are on the front, right? Yeah, it's a little strange. A bit like a camel. The crown is much bigger. We're still in June. Males can do this. They do this a lot. They put their crowns underneath their back leg to scratch underneath it. The females can't do that. Sometimes you see them trying, but they can't do it. They need that thing. So that's one of the benefits of it. He's quite big. He's good. He's not tall. He's not a tall bull. But he's got good muscle for his age. He's quite muscular. He's quite heavy. He can push almost 500 kilograms. At his best weight, which will be in September, early September is when a bull is at his best weight. He's following me. Ska vi gå till de andra där jag
Zo! He didn't want that. He wanted food. Yeah, I've got food for him. Did you get a photo of that? Men jag tänker att vi tar ett par minuter. Kolla nu. Ska vi äta massor? Ja, vi har massor. De äter mycket då. Jag ska ge till den lilla prutten. Oj, oj, oj. Mm. Nej, jag vill inte. Nelia, hur får jag? Nelia. Klippa. Vad är det här? Du klippar på natura. Ja. Se Oily. Så kommer Eli och ska också. Så. Dit is niet van die holle haren, van zijn. Dat is een kringetje op zijn voorhoofd. Ja, maar deze heeft twee, hè? Ja. Nu heb ik klappen. Mooie wimpers. Kom in. De andere is de andere. Ja, mooie wimpers heb jij. Heb ik hier nog wat te eten, man? Ga bij mijn eten weg. Wat ruzie. Oh, zo leuk. Oily. Ik heb in je kamer te pakken. Dan willen ze allemaal in deze bak. Kom maar eens even kijken. Zit er nog wat in? Alles. Hey. Oh, ik vind het mooi. Dat is verder weg. Ben je klaar mee? Ja, ik ben klaar mee. Nou, het is bak nog, jammer niet, hè. So a female can gallop very elegantly like a horse. A bull can gallop as well, but he's a bit more clumsy, especially his head. Top speed on the gallop is 60 kilometers per hour. Okay, so that's the top speed of a moose, 60 kilometers per hour. It's pretty fast. Yeah. Trot is what they normally do, 15 to 30. The gallop is used for confrontation, charging. Careful, little one. You are going to hurt yourself. And a female is the one that does most of the confrontation because she might get followed by a bear or something, or she might have to chase away another moose that's in the area with her young calf. Not coming. So if you ever see a female galloping towards you, that's not good, right? That's not the time to be getting out the big cameras and taking photos. You could, yeah. No, that's the last thing you see on cameras. Poof. Predators. Oh, they see the world with their ears, all right, and their nose. They don't see color. They can't see that far away, actually. So they use their ears and their nose much more.
Van de mazzel. Wat vind jij daarvan, nieuwe vriend van Eli? We gaan naar de camping. Toch even voorstellen. Goedendag kijkers, dit is Fantje. Fantje komt van een moesfarm. Nou, farm. Moespark. Fantje komt uit een moespark. Fantje kan heel lekker hangen in de bochten. Rechts? En rechts is de brug. Ja, dit is Fantje. En waarom heet Fantje dan Fantje? Want dit is Eli. Onze lieve mascotte. Onze number one. En Eli. Even je vriendje, Fantje. Samen is het Eli Fantje. Eli, Fantje. En Eli hangt nog lekker te kijken. En Fantje zit naar ons te kijken. Die moet even aan ons wennen.